morgen. Ik ben Espen van Nee en ik ben 17 jaar oud en ik woon in Utrecht. Ik ben een middenvelder. Dit is mijn derde seizoen nu. Ook mee op trainingskamp voor het eerst. Ja, hoe was dat toen je dat hoorde dat je mee mocht? Dat was na een training. Met Gio stond ik samen. Toen zei de trainer, hey jongens, jullie kunnen even blijven staan. Dus dan denk je al van het zal wel wat zijn. En toen kregen we dat te horen. Dus dat was natuurlijk heel mooi. Ik ben Giovanni van Zwam. Ik kom uit Wageningen. Ik ben centrale verdediger. Ik speel nu 6 jaar bij Vitesse. Waar blink jij in uit? Rust aan de bal, opbouwen, positioneel goed staan. Dat voornamelijk zijn mijn sterke punten. Eerste training op trainingskamp zit er vanmorgen op. Hoe was dat? Ja, het was een mooie training. Het is wel taai, de trainingskamp, maar daar word je wel sterker van. Wat verwacht je van deze week? Ja, ik verwacht gewoon lekkere trainingen. Gewoon goed mijn best doen. En aan het einde van de voorbereiding hoop ik wel dat ik te horen krijg dat ik bij het eerste mag blijven. Ik ben Gian de Recht, ik ben 17 jaar en ik kom uit Papendrecht. Ik ben een aanvallende speler en dit wordt mijn tweede seizoen bij Vitesse. Wanneer kreeg jij te horen dat jij mag aansluiten? Dat is aan het einde van vorig seizoen. Kreeg ik een belletje van de trainer Nicky Hof van onder 21. Dat ik mocht aansluiten bij het eerste, bij de voorbereiding. Dus daar was ik natuurlijk super blij mee. En nu ga ik mijn best doen om te laten zien dat ik hier erbij hoor. Ja, hier doe je dat natuurlijk voor, want dit is natuurlijk hartstikke leuk. En je ziet het, dit is een nog hoger niveau. En daar wil je natuurlijk bij blijven, dus daar gaan we alles voor doen. Het zijn wel zware trainingen, maar dat hoort er ook bij. Dus daar word je alleen maar sterker van. Ik heb ook al met een aantal jongens gespeeld, Daan, Milje enzovoort. Dus die nemen je sowieso mee. De eerste dag kwamen ze naar ons toe en toen zeiden ze gewoon doe lekker je ding. En je hoeft niet gespannen te zijn, dus doe gewoon lekker je ding. De eerste training zit er nu op. Hoe beviel dat? Dat viel echt wel goed. Het was leuk. We hebben een leuke groep, we zijn goed opgevangen. Dus het beviel wel goed hoor.